Ja. Herder, hoeveel kist dan al met winnen? Wees de first en dan schieren, dat schiet nog lang niet. Hij is niet te goed opvoed. Ja, dat is iets met de natuur bepalen. Hoor. Ja, dat weet ik ook wel. Maar... Dat is de natuur beïnvloeden. Ja, hier. Maar dat proberen ze veel mensen, Corrie. Ja, hij staat prachtig mooi. Volgens mij dan moet het gebeuren. Ja. Zet ze wat in de midden. Oh, dan heb je het meeste geld op je zetten. Ja, hoe vaak schijf je dat nu? Ja, naar M6! Wat? Hij zoekt, hè? Het is een prachtige. Ja, Wat? Wat nummer is dit nou? Ja, maar het is wel er eerst. Meisje van Hedden, welkom. Ik zal het verder net een lang maatje, want het is de bedoeling dat Sammertien de revue begeert. Abraham 50 hier jong, die uitgevoerd wordt, toch alle keer eigen leden. Nou, en om het voor deze mensen ook ik een goede uitvoering te maken, is het zo dat wij in de tijd tot ongeveer 9 uur kwartier en 9 uur, dan hebben we de pauze, de bar tegendoggen. Dus ik zou graag willen dat we daar alle keer even zitten hier. En gewoon zorgen wat hier gebeurt, want deze mensen zijn een jaar lang bezig geweest om deze revue voor te bereiden en in te studeren. Dus, graag je aandacht van Abraham, 50 jaar jong. Thank you.
draait had een stille toon. De oude rotter van uw clubke, die is vannacht helaas bestoond. Een minuutje stilte voor de wedstrijd. Dat is dan zijn laatste leer. Maar meesken bier zonder die vrotters, ging geen enkele club besteed. Maar meesken bier zonder die vrotters, ging geen enkele club besteed. Come on.
Zuurt bij de kop en je halve zol, die kop met zijn neus en die kop aan man. Hij komt erin als een kikker in de oor en dat in een onderling partijtje. Volgens mij is mijn neus brokkel, want hij is helemaal scheef. Sorry voor het kind ook al wel. Ja, maar niet zeuren. Dit lukt hem niet. Succes, Adela. Nou, en met mij weer al eens. Ik heb het gevoel, hij heeft een dikke hersenskeuring, man. Ja, we slaan er daar niet maar. Ja. Ik wil ook maar een beetje missen, hoor. Oh, ik ook zo. Succes, Adela. Show, jongen. Ik
nog eens trainer bij Cambuur. En dan kun je hier voor mij de stront in zakken. Rustig toen zat, liet ik bij een glaske bier heel de wedstrijd nog eens de revue passeren. En toen dacht ik bij mezelf, vent, dat liefst wel knettergek. Die ze aan te stellen, dan moest nog heel wat leren. Want als je zit in de kamp, heb je niks meer in de hand. Ook al zie je er om bidden en om smeken. En al gaat het niet naar wens. Een trainer is ook maar een mens, die kan ook een ijzer met zijn handen brekken. Thanks.
kan niet de grote en klasse dukker aan de tafel stellen. Dat moet u ook zelf. Ik ga je misschien weer de herfst komen. Met op bril, maar ik ben bang. Hoe kunnen we in de stad? Water gaan even zitten, jongen. Flip wat ik daar in de schocht niet zie, jongen. Wat gezellig. Nee, maar zo vaak kom ik ook niet meer in Bolzenal. Maar zo'n reunie, die mag je niet missen. En toen ik er heen liep, kwam ik aan Menno teugen dat ze woonden. Wat een drukte niet. En het werd allemaal bekend. Ja, maar ja. 50 jaar is ook een heel eindje zelfs. Ja jongens, en ik heb allemaal van begin aan wel net maken hoor. Ik heb een voetbal met Koebrugge, Joop van der Meer, Dirk Ruiter en Theer de Boers met de goal. Dat waren nog eens een ploeg, zou ik je vertellen. Ik kan het wel zeggen, zijn ploeg had er later nooit meer geweest. Nou moest niet beginnen te zwetsen, Corinoje. Wat doe ik nog voetballen? Met mijn Noljekop, Kees van Voet en Piet van der Meer. Die ploeg was wel een klasse beter. Ha, en dan overdreven die deze. Ik heb nou gespeeld met Holly, Anne Nodder, Henk Kuper, zelfs nog even met Eikos. Dat was ook een best team. Ja jongens, maar wat dacht je dan van een team met Kotter in de bom? Gebroeders Wiersma, Jelle Veenstra en Miepe Sonsi. Ik kan wel zeggen, in die 50 jaar is dus een team niet feest. Ah, dat kan allemaal wel wezen, jongen. Ja, is... Maar Theer de Boersma vond ik toch de beste keeper. Nou begint het alweer te zwetsen, Corrie. Simon Helsinga, dat was de beste keeper. En mij de tatsie van de Veenma. Nou, ik hou het maar op zoek, Boersma. Die had werkelijk wat alles. Ja. De houten trouwens wel wel van zijn broer natuurlijk. En het had weer toch een kwart ruzie. Maar keeper, dat kon je wel. Ja jongens, toen ik begon was Gerke Schuurman als de trainer. Die heb ik ook nog met maatje. Nou, die vent van de hoedje ook weer, Visser. Corrie, kom op hier, hoe heet die? Harm, zeg je. Harm! En alle de zoon van Gerke. Ha, die heb ik ook nog met maatje. Dan traint onder de Gerrit Bill Rokes. Ja, ik heb traind onder Jan Melsens en Sietse de Jong. Maar wie is er nou uit getraind? En nou, dat weet hij hem toch wel, ja. Dat is die Guusje Aarsen uit Harlingen. Trouwens ook een goeie hier hoor. Ja. Maar ik zal die hem vertellen, wij werden kampioen in 1951. Ja, dat is een heel eind terug hoor. Wij moesten een beslissingswedstrijd spelen tegen Heeg 2 in Nijlanden. We wonnen die wedstrijd met 3-1 door twee doelpunten van die kleine Joop van der Meer. We werden toen in een koets door de stad. Zeg, Kees, toch nooit weer, hè? Dat kan ik me voorstellen, want mijn team, wij waren de kampioen van 1963. We moesten in een thuiswedstrijd tegen DWP één puntje pakken. We speelden daar het Engeliek. Dat deed je inderdaad, ben je kampioen. Mooi niet. Die verrekte luid in de protesten. Ha, kom het feest nog eens stellen op. Een week later, in de Kuip, in Kouden tegenover Zwalen. Daar wonnen wij met 2-1. Hadden we dat groot feest. En achteraf bleek ook dat DWP. Nou, die wonpelt zijn protest ook niet. Tuurlijk ook. Ah, 1968. Een halve jaar voor Bulgaria. Twee wedstrijden voor het end, hun kampioen in Aldega. We wonnen met 2-0. Ik geloof dat Henk Kuper scoorde nog twee keer. Oh. Nou, 16 mei 1987. Ik weet het nog uit de dag van gisteren. Wij voor het kampioenschap te maken. En een mezel aan je kant, het was zwart van het volk. En de spanning, we kwamen met 1-0 achter, maar we wonnen met 2-1. Dus wij kampioen, wij op een vrachtauto achter Oranje dwars door de stad. Feest! Ha. Ik heb een keer de beste meermaak, zou ik je vertellen. Ik werd me geen kampioen trouwens op. Maar het was in een uitwedstrijd tegen IVC. Udijlst. Daar gaan we scheidsrechter op ooit ook eerst wel. Tegen Triestra Udracht. Oh ja. Je liet de zaak finaal uit de haal op, zou ik je vertellen. We komen 2-0 achter. En ik gebeurt het veld, en dan ben je het loon of niet. Hij stuurt er twee man uit. Eén van hun. Ha, en die van ons. Maar we wisten niet meer dat ze er al ging. Nee, die bleef mooi staan. Hij kwam praten, Burma.
Ze ging niet. Nou, hij liet het op een gegeven moment ook maar wat gebeuren. Maar, we zijn net gaan, we scoren 2-1. En we loog niet vlak verkeerd. Dat kan ik maken. 2-2! En ik vind dit nooit weer. Ik zie die Trisa, die pakt die vloot. Die blaart 3 keer. Eindsignaal. Ik heb mos gek meemaken. Het publiek aan de kant. Alles voor het veld. Het was 1 grote slagpartij. Nou, zus, de geest nooit weer. Het had ook in alle kranten staan. Ja, jongen, je maakt er wat met in die 50 jaar nog. Maar die Joop van der Meer, dat is de beste speler die ik ooit met me heb ontwaard, ja jongens. Corrie. Kies toch Gerrit de Haan? Dat was de beste die er is, man. Technisch was Rijn Visser de beste. Maar de meest complete voetballer, dat was Jelle Veenstra. Die had zelf bij Heerenveen komen kennen. Maar volgens die trainer daar, liep hij als een giraf of zo. Ja, maar ja, dat waren verschillende perioden. En ook ik ben de kaart publiek natuurlijk. Ja jongens, ik heb allemaal meegemaakt hoor. Niet alleen feesten, maar ook degradaties en teleurstellingen. Maar ja, we praten op zijn feest al niet over. Nee, ze is nou krek, Corrie, hoor. Bij elke club heb je ups en heb je downs. Maar teleurstellingen, die ben je koude mollen vergeten. Maar één ding jongens, we hebben allemaal in onze eigen tijd een prachtperiode gehad bij Bosnia. En dat nemen ze ons nooit meer af. Nee. En of het team van Flip, of van Corrie, of die van Dijk was, of die niet dit, wel het beste was. We hadden allemaal maar één doel voor ogen en het was Bosnia naar de top. En laten we maar hopen dat het in de toekomst ook zo blijft. Je hoort laten we weer erg klinken. Ja, 50 jaar, we staan bij u van allemaal.
onze leider is belt. Oh. We moeten zaterdag een lui leven van oud papier. Oh. Nou, dat komt mooi uit. Laten we ons benieuwd voetbal. Ben je wel genoeg? Ja, nou, ik denk het wel. Kijk, dan kies het ook mooi met Sietse Zalderaar. Op die handen van de pijp. Ja. Ja, ik ben bang dat Jaffie Bosma. Op die van de werf. Oh, nou dat doen we. Hé, hey, kijk, daar komt Klaasje vrouw net aan. Die man kan ook wel eens even met in dat papier. Ja. Goeie, vrouw Silstra. Ha, goeie, man. Wil jou vannacht in bed natuurlijk klaar even zeggen. Dat die zaterdag niet al papier, hè? Wat? Kijk, dat verrekte al papier op die. Die pink Klaas. En die de hele week van huis. En dan ook nog op zaterdag in het al papier zeggen. Nou, je bekijkt het maar. Ja, maar ze kennen we niet. Buiten dat, het is een noodzakelijk kwaad. We kennen er niet zonder. Nee, en buiten dat, het is maar één keer in 6 weken. Nou, dat is maar 1 keer te veel. En buiten dat, het levert op heden ook geen stuiver op. Ja, ze kennen we niet. Je kan er niet alleen het oude papier op halen als het duur is. En anders die mensen maar stikken laten. Nou, ik zal wel eens even kieken. Jou moet er niet kieken. Hallo. Jou moet het doen. Als je met z'n allen staat te kieken, dan gebeurt er helemaal niks. Het is nog een hele organisatie hoor. Om de 2 weken op dinsdag. S'morgens 2 man. S'middags 2 man. Woensdags een paar man. Ja, en dan vergeet je ook nog wat. De week ertussen, we hebben de korte route. Wat doen jongens zouden daar niet mee leven? Ja, dat kunnen we allemaal wel feesten, maar. Nou, met die jongens even goed naar me. Het is een vaste, echte ploeg. Die hoed ziet ze niet te bel. Nee. Die man bellen zelf al was ik in die kinder. Ja, wat mannen ze. Hinden, Gooike, Willem, Bietse, Huip, Gosse, Keetje, Piep. Die man staat ervoor. Dan kun je jou 1 keer in 6 weken je man toch wel even kwijt. En dan doe je het toch een keer op vrijdagavond boodschap. Want dan is Koos er ook wel op. Nou, goed jongens. Ik zie dat wel even zeggen, Teun Klaas. Hey, maar nou we het toch over Koos gaan hebben, weet je wel dat bij Koos draait elke dag al papierpest wordt in balen van wel 90 kilo? Ja, niet maar even. Elke dag wel 1,5 uur. En bij extra drukte ben je er ook nog op zaterdag. Nou, moet je hem toch ophouden, je? Ja, en laatst van voorjaar, toen heb jullie juist weer ongeval gehad met die bouwerij. Ja. Toen ben je oude Aldra 78. En oude Giet er maar 79 jaar. Die ben even inval. Even. Een paar maanden. En ze waren er altijd. Nou jongens, je hebt mij helemaal overgehaald hoor. Giet meisje, het gaat natuurlijk niet om ons. Maar het gaat om ons Bosvadia. En als we zorgen dat we met z'n allen de schouders nog even onderzetten, dan kan die prachtige club nog wel 50 jaar bestaan. Dus mensen, als je met oud papier in de maag zit, bel naar Bosvadia en dan hoor je hem dit. Bye.
want zonder dat papier dan geen enkele club bestaan. Jou hoeven maar te bellen van, ik zit er wat met aan. Jou bellen naar Bosvardia en Rotterdam. Salon. Ja, twee naar haar, twee zijn laat. Nee, ik zat toen vol.
stop, want dan moeten we nog veel verder doen. Ja. Nee, maar als we dan gewoon even wachten, dan laten we dan eerst die speulers van boord. En dan komen wij wel. Door. Oké, nou. Ja, maar. Wat een mensen! Hoe staat de oeverswaal, jongen, eigenlijk? Nou, vierde, maar ik kan ook vijfde weten. Maar ze hebben een goede ploeg, hoor. Dat hebben we nog niet gewonnen. Nou, maar is de opstelling al bekend? Hé, hey, haaien! Hetzelfde vorige week. Het sterrenteam. Op een goal! Sim Meldingen! Hé! Hey! Nou, Arne Nodde! Hé! Hey! Kees van Boeken! Hé! Hey! Los van Doeken! Hé! Hey! Hey! Van de Meer! Hey! Ja, wie zijn verder? Harry Kraan. Hey! Marijn Visser. Hey! Willem Visser. Hey! Yeah! Kevin van Leens. Hey! Yeah! En hij van Enkel. Oh ja! Yeah! Nou, laten we nou maar een goede scheidsrechter hebben. Oh, dat is toch. Ja, het is Herman Postma niet, heb ik gehoord. Oh. Het is al wel even met. Spannend in ze binnen elke basis wel. Die lui ben ook niet voor de poes. Oeh, beste bal, Elzinga. Ik denk dat zo'n een goede kiepen we zien, voorzet van Gerrit naar Gos. Hé, Ed, welkom. Oh ja, hij ziet het niet, jongen. Gerrit van Heuvel. Oh. Een toast op het kampioenschap, een driewerf voor het eerste van Bosman.
pauze. Ik denk dat we genoten hebben. Een manager, een coach, een fysiotherapeut.
praat van, zie je schelden? Je eet er voortaan zoveel koolhydraat, zoveel eiwitten en zoveel vetten. Jouw trainen op dit schema en jouw leven op dat thema, ze bouwen die fysiek en mentaal en moreel en psychologisch en logisch en onlogisch finaal winst te vinden, winst te vinden. En dan is het helemaal leven. Nee. Dan loopt daar een linksputten. Dan links staat een linksputten. Must als een linksputten lezen en schrijven. Ja, ik wil het wel een klein beetje schelden leven. Juist wel, ja. En heel dat de wijken zelden en we zitten lekker na in het feite. Elk al van voor wat die dag. Hoppas. Die topprestaties. De mestiment. Ja, en alles wat hij lief heeft met eronder lijden. Neem nou een zulke Olympische atleet. Niet één beurrel en niet één sigaret. Want de rest is dat ze lief 0,1 tiende seconden laat aantikken. Ja, maar ik laat al die zaterdag alleen mijn hart krijgen. Want dan moet ik wel even een paar achterover tikken. Ja, je bereikt één keer de absolute top. Neem nou zo'n heikele Gebre Nasi. Wees dat? Ja, die was. Als die 10 kilometer lopen lukt en hij gaat om 2 uur weg, dan is hem half 2 te plat. Maar als ze haast niet harder kunnen en niet hoger kunnen, oh nee! Dan kunnen wij nog altijd hoger, het zit ons in achterna. Stuur staan aan wal, wat moet ik ter te gaan beginnen?
gelukkig niet alleen, er staan meer vrouwen om mij heen. Hun mannen staan ook op het veld. Wij moedigen hun luutkeels aan en geven steun als het even kan. Want echt, het blieft op onze held. En denkt een ander diep in kik, die wieven met hun grote bek. Wat moest men zonder ons beginnen? Want we te duur ons niet meer juich, nou daarvan ben ik overtuigd. Ze ben ik al een wens niet meer winnen. Wedstrijd dan weer gedaan en wij naar de kantine gaan. Dan praten wij nog even bij. Dan geven wij ons commentaar als speulers vrouwen onder elkaar. Want heus de kennis, dat willen wij. Dan drinken wij wat bier of fris, voor alles er weer wonnen is. Dan wordt het vaak een beetje later. Peace.
dat wel weer? Want... Het is altijd een hele toer als clubber om te komen. De kost is dan altijd omhoog, dat kost niet nog zonder. Dus is het een zaken waard, die actie is nou en dan. We gaan verkeuren want omdat het recht niet anders kan. Die hätten auch
zijt je vrouw, waar is het verstaan? Dan denkt hij maar, als ik er niet was, kan voetballen niet meer bestaan. De man die houdt zich dan bestaande, ondanks geschel en verkussen. En denkt, als ik hier niet voor je was, dan komt de wedstrijd mooi niet. Kinderen wel kinderen zijn, maar het talent
is de liedboekje. Neem nou bijvoorbeeld die van mij. Marco. Die steekt het op de kop en schallert het boven nu. Hadden wij je al verteld dat een luid van Heerenveen bij ons geweest was? Moet je zeker zijn seizoenkaart nog betalen? Misschien zelfs wel naar Ajax. En dan naar Italia. AC Milan. Nou, dat word je wel op een man. Ja, het kan wel wezen, jongens, maar let even op. Volgens mij is de. Ja, verrek. Dan lopen we. Kijk, het is nu al heel leuk. Ha, als ik als vriend van Veld is alles goed. Ja, ja, die zeun van mij, Marco, die is toch een zuivere strafschop onthouden. Ja. Maar ja, wat maakt het ook niet? De volgende keer komen we gewoon weer leuk bij elkaar staan. Ja, nou, vind ik toch? Hartstikke gezellig. Ja, vind ik toch? Nou, ja. Ja.
En die auto zit hier voor me. Ga de breken in de keuken tot hij dan. Ga de kooi met het vak tegen naar beneden. Oh, ik is plakken, man. Oh. Wat een fantastische dag. Lang leven de voetbalsport. Zie je dat? Oh!
meer van hoor. Ja, nou, goeie dag! Hoera, geen dood! Hé, man!
gaat men vaak over lijken. Het gaat niet meer om het plezier, maar enkel om het geld. En de zon laat sportiviteit geregeld in geweld.
ik denk dat ik een hele waardige afsluiting van uw jubileum. Wij gaan natuurlijk aanstaan al even verder bij wat een stukje muziek. Hey, ik heb morgen eigenlijk zelf bij me gewezen. Maar als ik zie wat hier gebeurd is, wat hier presteren is, joh, dat is natuurlijk geweldig, hè. Laten we even een applaus voor deze meisjes. Ze krijgen een kostje blonde van ons. Dat ze zitten zelf ook al horen al. Maar is niet zappelde talent tussen. Soms denk ik wel als ik hoor dat we zappelde talent op het veld zien. Oh. Oh. In ieder geval, dat ze de inzet tonen die dit talent hier al je zin in hebt. En dan wordt misschien dat je kampioen. Sorry, Fruus, ja, dat moet ik net even. Jongens, hartstikke bedankt. Je kan een hele lompje van Marije van mij. Ik mooi de dames wel, Marije van mij. Jammer.